Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer en Charles Suikerbijk, bedrijfsmakelaardij. Een goede dag en welkom bij Breda Jazz Talk. Vandaag ben ik jullie presentator. Ik neem het over van Michael 2 dagen lang. En we hebben vandaag gewoon een lekker druk programma. En laten we gewoon lekker beginnen. Ik heb hier naast me Bart Wouters, ja. Voorzitter van Breda Jazz. Klopt. Zelf ook spelend. Ook muziekdocent volgens mij. Ja. En volgens mij gaan we het hebben over keukens of over de keukenhof. Oh, ja. Ja, precies. Nee. Nee, vertel Bart. We gaan Hoe ging even, het gaan? Ja, het gaat geweldig. Ja? Het is een mooie editie, mooie programmering. Ja, en goed, daar is natuurlijk al genoeg over gezegd, maar het weer zit zo ontzettend mee. Het waren de eerste goede dagen. Vorige week was Koningsdag, heb ik ook gespeeld, buiten. Ja. Nou, ik was echt verkleumd. Dit was afgelopen donderdag echt de eerste mooie en wat warmere dag. En mensen komen de huizen uit en ik kom naar het festival. De stad staat vol. Gemoedelijke sfeer. Ja. Merk je dat ook in de verschillen van aantallen mensen die komen kijken? Of, ja, donderdag wel. Donderdag was echt ontzettend druk. Echt ontzettend druk. En bij andere evenementen zou er denk ik wel even zenuwachtig gereageerd zijn. Maar je ziet gewoon dat het publiek wat naar het Breda Jazz Festival komt, is zo gemêleerd en zo gemoedelijk, zo blij. Dat ondanks dat het dan in één keer een uur duurt om van de grote markt, de ene kant van de grote markt naar de andere kant te komen, blijft de sfeer goed en niet geïrriteerd. Ja. En dat doorspekt met goede muziek, een pilsje, een lekker hapje eten. Een biertje, een bandje, perfect volgens mij. Een biertje, bandje, prima. Ja, helemaal ideaal. Je speelt zelf ook in een band, Jazz Connections, als ik het goed heb. Helemaal goed, ja zeker. Al een hele tijd, volgens mij al 19 jaar. Ik speel er zelf al meer dan 20 jaar in. En de band bestaat dit jaar 26 jaar. Aha. En dat is, weet je, het is gewoon een vriendenclub. En we vinden het leuk om muziek te maken. En op het moment dat we met z'n allen op stap zijn, is het net alsof je een kennel jonge honden opentrekt. En we zijn weer eens weg. En dat blijft. En dat is gewoon, dat is leuk. Lekker pretentieloos, goede show wegzetten. En dat gaan we vanavond ook doen op Breda Jazz Festival. Ja, om 8 uur op de Havenmarkt, zeg ja. ik. Ja. En ik zag ook met grote pullen bier en foute whisky op de site staan. Dat het in ieder geval goed gedronken wordt tijdens het optreden. Nou ja, dat is een goed imago. Nou. Ja. Nee, tegenwoordig zijn het gewoon flesjes water. En zeker deze dagen met de warme weer. Wordt er, natuurlijk zijn er ook biertjes bij. En we vinden het wel eens lekker om in een hotelkamer, als we echt wat verder weg zitten, nog eens een keer een glaasje whisky te drinken, maar dat doen we niet op het podium. Dan zijn we gewoon echt wel bezig met muziek maken en het publiek entertainen. Ja, want je speelt voornamelijk swing en jive en boogie volgens mij ook nog. Ja, of, ja. Het is een kruising tussen jazz en rock'n'roll. Mm-hmm. Dus iedereen kent Elvis Presley. Ja. En je hebt ook meteen een beeld bij de mensen die daarop dansen met die mooie petticoat jurken en exact hetzelfde was er al 10, 20 jaar eerder. Dan had je de swingdansers, dat werden de Lindy Hoppers. Mm-hmm. Jump blues, en dat werd uiteindelijk rock'n'roll. Dus echt een stukje geschiedenis naar de rock'n'roll toe. En hetgeen wat wij met Jazz Connection doen, is eigenlijk alles wat zo'n 15, tussen de 10 en de 20 jaar voor Elvis zit. Oké. Okay. En het is eigenlijk vergelijkbare muziek, rock'n'roll, alleen nog net iets meer jazz en wat minder gitaar, maar met dezelfde energie en dezelfde humor. En, dus veel dansen vanavond. Ja, zeker. Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja. Even terug naar het Breda Jazz Festival zelf. Je bent nu 4 jaar volgens mij een voorzitter van Breda Jazz, of 3? 3. Drie. Dus derde jaar. Derde jaar. En mijn 8e jaar in het bestuur, dus ik draai alweer eventjes mee. Ja. Ja. En merk je nou grote verschillen met dit festival en vorig jaar? Dat valt op zich wel mee. We hebben, we proberen ieder jaar weer wat te vernieuwen. De line-up is sowieso ieder jaar natuurlijk anders. Mm-hmm. Een paar bands die terugkomen, verder zitten er altijd wel verschillen in. We hebben een nieuwe locatie dit jaar, het nieuwe hotel. Dus we zitten natuurlijk nu
bij ons festivalhotel, Hotel Keizer. Maar we hebben ook op de donderdag hebben we 2 concerten gegeven in het nieuwe hotel, in het Nassau Hotel. Dat is al een nieuwe plek. Sinds vorig jaar al, maar die hebben we dit jaar nog steeds, hebben we als optredenlocaties de Lutherse Kerk en de Willemerkstuin. Wat echt pareltjes zijn die erbij zijn gekomen. Hele mooie plekjes. Dus dat is heerlijk. En verder, ja, weet je, je moet het goede ook behouden. Want het grootste verschil tussen dit jaar en vorig jaar is fantastische weer en dus die grote drukte. Maar verder is het gewoon, de gezelligheid is dezelfde. Ja. En dat is zeker belangrijk, de gezelligheid. Ja. Kijk. De combinatie tussen kwalitatief goede muziek en die Brabantse gezelligheid, dat Bourgondische. Die combinatie, dat is wat het Breda Jazz Festival zo bijzonder maakt, vind ik. En dat is heel mooi gezegd. Ik wil je heel erg bedanken, want wij gaan nog even door. We hebben op dit moment een heel mooi filmpje van de Horned Ducks. Met maskers van wolven volgens mij. Laten we kijken. Ja, en van de voorzitter van het Breda Jazz Festival gaan we naar de oud-voorzitter van het Breda Jazz Festival. Welkom, Antoine Trommelen. Yes, dank je. Asje. Ik hoor dat je net een leuk optreden hebt gegeven op de SAS. Ik zat op het SAS Terras. Dat is heel Terras, kijk. Het SAS Pleintje, het SAS Terras. Ja. Heel intiem, heel warm. Ja. Maar erg leuk, ja. Ik heb daar 2 uur gespeeld. Met een heel kleine bezetting, alleen met trompet en met gitaar. Mm-hmm. Australische gitarist Dave Blankhorn, trompetist uit Zweden, Björn Ingelstam. Kijk. En ondergetekende. Aha. En dan heel snel deze kant uit. Hè? Ja, dat is altijd wel leuk. Ja. Volgens mij doe je dat heel vaak, gewoon elke keer van die... elke keer met andere mensen muziek maken en elke keer unieke mensen volgens mij. Het is in Breda ook een beetje een handelsmerk. Hè? Als je in het programma kijkt, zie je overal staan Surprise Band of een festival Surprise Band. Dus wij in Breda al sinds lange tijd... nodigen wij een aantal solisten uit en die zijn 4 dagen te gast en die gaan 4 dagen in diverse samenstellingen optreden. Okay. En dus surprise voor het publiek, maar ook voor ons als muzikanten natuurlijk. Ja, dat is altijd leuk. Kan af en toe mee of tegenvallen. Ja, en wat vind je zelf leuker om te doen? Die surprise acts of dan echt gewoon een act met je eigen band? Of nou, dat is natuurlijk altijd leuk, maar je krijgt hier natuurlijk wel de kans om met mensen te spelen door wat jij heen speel je nooit met die mensen. Ja. Die zijn 4 dagen hier, dus dan moet je dan ook proberen daar zoveel mogelijk... misbruik van te maken. Op die fiets. Ja. En heb je dit jaar een speciaal iemand waar je van denkt, oh, dat was echt geweldig, of daar kijk je heel erg naar uit? Nou, ik heb nog niet gespeeld met Ben Patterson. Mm-hmm. Die heb ik vanochtend gehoord en dat is een beest van een pianist. Maar alle solisten zijn van dusdanige klasse dat je er eigenlijk zelf alleen maar beter van gaat spelen, weet je wel? Die mensen tillen jou net een stukje boven je eigen kunnen op. Nou, dat is wel mooi dat je dan die leercurve daar ook nog lekker in kan hebben. En zo leer je elk optreden weer bij. Kijk, dat is wel tof. Heb je nog de kans om met de mooie pianist samen te spelen? Of, Ja, volgens mij morgen. Laatste dag, zondag. Kijk. Dus daar zie ik ook al binnen uit. Een mooie afklapper dan. Yes, yes. Veer terug naar Breda Jazz Festival zelf. Je bent vroeger ook voorzitter geweest. Hoe vind je dat Bart het doet tot nu toe? Hartstikke goed. Ja? Ja, tuurlijk. Kijk, dat is zo. Nee, we hebben het toen in bestuur gehaald en Bart wist dat zelf niet. Maar we hadden al wel zo'n idee van, we laten hem er gewoon intuinen, weet je wel? Ja? Want ik wilde al wat wel stoppen, want ik vond 10 jaar vond ik eigenlijk genoeg. Maar het zijn er 15 geworden. Ja. En toen hebben we Bart ingewerkt en toen heb ik het Bart verteld en die schrok even, maar die hoeft er niet zo heel lang over na te denken, gelukkig. Kijk, dat is hartstikke fijn. Want anders had je toch een probleem. Ja. En denk je dat hij het ook 15 jaar gaat volhouden? Heb ik geen flauw idee van. Geen flauw idee van. Je weet niet wat hem allemaal boven het hoofd hangt misschien. Ik zou het niet weten. Als het enthousiasme ligt, dan blijft hij misschien wel 20 jaar. Oh, heerlijk. Hey, maar volgens mij heb jij in je voorzittersjaar best veel verandering toegebracht hier aan het Breda Jazz Festival.
Volgens mij heb jij in jouw jaren ook ervoor gekozen om meerdere stijlen in te werken. En, ja, het was in 1999, was een beetje een hectische tijd, want het Eikhorst Festival was failliet. Mm-hmm. En was gestopt. En toen heeft iemand gezegd van, dat is wel voor jou, jongen. En ik was dan ook net 36, maar ik denk, nee, laat mij maar muzikant zijn. Maar ja, ze hebben mij voor het karretje gespannen. En dat was misschien wel, dus ik moet zeggen dat we dat met het hele team toen, wat toen aan de bak kwam, moest er ineens wel wat veranderen. Dat is niet altijd prettig, want je moet bepaalde dingen eerst eventjes iets anders voeren, zodat je een bepaalde lijn hebt en dan kun je altijd nog wel wat dingen terugnemen. Mm-hmm. Aantal dingen, heeft Bart volgens mij ook gezegd, die moeten gewoon behouden blijven, moesten ook behouden blijven. Maar met name inderdaad, wij zijn toen uit het grote chassé gegaan. We hebben wat spiegeltenten, meer kleinschaliger, meer naar de mensen gebracht. En bredere muziek hebben we gebracht, inderdaad, in die tijd. En werd in het begin ook niet altijd gewaardeerd natuurlijk. Maar nu zie je toch dat er een hele goede mix is tussen de mensen die het festival van vroeger kenden. Die zie ik nog steeds. En ik zie een heleboel jongelui en die vinden het ook allemaal hartstikke leuk. En uiteindelijk moet je dat ook een beetje commercieel denken, want het is een gratis toegankelijk festival natuurlijk voor een groot gedeelte. Dus het geld moet ergens vandaan komen van mensen die het willen betalen en die willen er iets voor terugzien. En dat is zeker belangrijk. En die combinatie is af en toe lastig, maar werkt in Breda volgens mij prima. Ja. Straks komt je zoon er ook nog bij en dan gaan jullie nog een stukje spelen. Ja. Ja, maar volgens mij gaan wij eerst door naar wat sfeerbeelden van gisteravond. Die gemaakt zijn door onze lieve Daphne van der Linde. De gezellige sfeer en samen met alle vrienden lekker biertje drinken. Ik let op de algehele veiligheid hier zo. En iedereen is in gemoedelijke stemming. En dat is heel fijn om te zien, waardoor ik ook met plezier werk. Ik sta al even met u te praten hier. We hebben het zo even over de jazz. Er zijn er veel stijlen, hè? Ja, er zijn verschrikkelijk veel stijlen, ja. Ja, ik zou ze allemaal niet op kunnen noemen, maar er zijn er wel verschrikkelijk veel stijlen. Nee, ik ook niet. Ja, dit is ook een hele andere genre. En, maar wel leuk om te zijn. Het bootje. Wat leuk zeg, liggen jullie hier al vanaf vanmiddag? Ja, wel. Ja, wij mogen met deze mensen mee een rondje varen en dat kan ik natuurlijk even niet laten. Mag ik erin? U bent wel eens vaker bij Breda Jazz Festival geweest? Nou, ik kom al, ik denk al wel 25 jaar bij Breda Jazz. En het hele concept heeft me altijd heel goed aangesproken, zeg maar. So where are you from? Korea. You're from Korea? Yeah. And do you live around Breda? Oh yeah, we live in Zoetermeer. How did you hear about the Breda Jazz Festival? Well, I saw it on the internet. I was just looking up what events were on this weekend, and then I saw it on the internet, and that's why we came. We were like, oh yeah, Jazz Festival, that should be interesting.
natuurlijk ook horen spelen. Samen met zijn zoon gaan ze een nummer spelen van Janko Reinhout. En het nummer heet Louis. Louages, jongens, dankjewel. Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer en Charles Suikerbijk, bedrijfsmakelaardij. Welkom terug bij Breda Jazz Talk. Als je net bent binnengekomen, niet schrikken, ik ben geen Michael. Ik neem het de laatste twee dagen van hem over. Na het mooie optreden van Tijn Trommelen en Anton Trommelen gaan we door naar weer een voorzitter. Jan Leerboeg, toch? Ja, zeg zeker. Het goed? Heel goed, ja. Perfect, kijk eens aan. Zoals ik heb gezien, ben jij de voorzitter van het Swing Festival Breda? Ja, beter kun je zeggen, ik ben gewoon de organisator ervan. De organisator? Ja. Dat is nog groter zelfs. Nou, dat is maar net hoe je het bekijkt, hè. Ja, kijk eens. Zeg, vertel, Jan. Waar zit volgens jou het grote verschil tussen het Breda Jazz Festival en het Swing Festival? Want Swing kan ook op jazz gespeeld worden. Tuurlijk. Maar je moet natuurlijk, je kent ze niet met elkaar vergelijken. Breda Jazz Festival is natuurlijk een enorm groot gebeuren. Mm-hmm. En het Swing Festival, dat is in de binnenstad, maar in 6 locaties. Okay. Dus het is veel kleinschaliger natuurlijk. Uh-huh. Hè? Yeah. Maar het is eigenlijk ontstaan. Ik draai al 13 jaar lang hier in de Keizer draai ik de Swingclub concerten. Zeven keer per jaar. En dat zijn concerten elke keer met een vaste formatie. Uh-huh. Piano, bas en drums. Harry Kanters op de piano, Bart Wouters op de bas, Jos van Kersten op de drums. En dan hebben we elke keer hebben we daar twee solisten bij.
En dat zijn internationale solisten, dat zijn allemaal professioneel. En aan de hand daarvan heb ik toen een keer bedacht van, god, het zou ook leuk zijn om één keer per jaar zo een formule naar buiten te brengen. Met een aparte jazz, misschien Dixieland of zo, maar gewoon heel modernere swing eigenlijk. Ja. Om dat naar buiten te brengen. Uh-huh. En op zo'n manier dus eigenlijk ook het publiek daarmee kennis te laten maken. Ja. En dat vindt plaats in oktober meestal, toch? En dat is 23 oktober dit jaar weer. De vierde zondag van oktober. Ah, die moeten we dan sowieso vrij houden volgens mij. Ja, zou mooi zijn. Ja, maar je zegt dus dat wat je dan met het Swing Festival doet, is vooral eigenlijk kijken naar de vernieuwing. Dus eigenlijk een beetje het nieuwere swing. Jonge mensen hoorde ik je ook zeggen. Ja, maar ook jonge mensen, maar ook aparte vormen. Bijvoorbeeld laatst heb ik vorig jaar heb ik Hermine Deurlo nog gehad op Mondharmonica. Ja. En dan krijg je met Sebastiaan van Bavel op piano. En dan die samen verzorgen dus een compleet concert, een hele middag. In een locatie dus. Oh, dat is wel bijzonder. Ja. En kijk je hier dan toevallig ook zo, als je dan rondloopt over het jazzfestival, goh, dat is wel een artiest die wil ik graag hebben voor dat swingfestival. Ja, ik kijk altijd heel goed altijd rond natuurlijk, hè. Ja, wat ik kan krijgen. Ja. Bijvoorbeeld Alistair van der Molen, die is nu festivalartiest, speelt trompet. Ja, klopt. Ja. En die heb ik al verschillende keren op de swingclub gehad. En ik heb ook andere optredens met Alistair gedaan. Fantastische trompetisten. Anne Chris, trouwens, die was donderdagmiddag nog in de Lutherse kerk. Ja. En die heeft daar een programma gebracht met compleet eigen nummers. Allemaal eigen nummers. Ook weer heel apart eigenlijk. Ja. Maar die zat hier dus op het festival ook. Dus die heb ik ook weer op de swingclub. Dus zo heb ik eigenlijk een wisselwerking met artiesten die ik zoek, constant zoek ik solisten, ja. Dus in principe is dit ook een, buiten dat je hier ook speelt, want je speelt ook in je Jan Leerboeg Orkestra. Klopt, ja. Maar zit je hier ook dus eigenlijk nog met een dubbelrol dat je nog aan het kijken bent van, oh, die gasten zijn interessant om daar nog eens een keer... Om daar ook weer mee te doen, ja. Kijk. En donderdagavond heb ik dus zelf in de Lutherse kerk ook gezeten. Ja. Met vier gastsolisten. Ja. En hoe was dat? Fantastisch, perfect. Ja. Heel goed, ja. Ja, een mooie locatie. Mm-hmm. Echt een aanwinst voor het festival weer. Mm-hmm. Wat Bart ook al aangaf. Dus bijvoorbeeld net als de nieuwe plaatsen die er gekomen zijn, zoals de Willem Merkstuin, nou, zo'n Lutherse kerk dan erbij, dat zijn toch weer heel aparte locaties die het festival alleen maar weer verrijken. Klopt, ja. Dus ja, ja, mooi. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Jan. Want wij gaan door. Wij gaan naar onze andere Esther. Esther Tiggelhoven. En die is op dit moment bij een bijzonder concert van de Dirty Dozen. Naast mij staat Ben Putters van Benno. Ben is ook goed, maar Benno is sinds Dirty Dozen, kan ik zeggen, is dat mijn, hoe zal ik zeggen, artiest. Nou, precies. Ja, dus maakt het niet uit, maar... Ja. Maar het is een bijzonder moment vandaag. Absoluut. Waarschijnlijk algemeen bekend is dat helaas onze bandleider Hans van Ouweland vorig jaar overleden is. Maar we hebben toch collectief besloten dat we ermee stoppen. Nogmaals, hart en ziel, de bandleider is er niet meer. En we kunnen nooit Dirty Dozen meer hetzelfde krijgen zoals het geweest was. Dus we hebben toch besloten van voor onze fans tijdens het jazzfestival spelen we nog één keer de afscheid. Want hoe lang heeft Dirty Dozen bestaan? Wij bestaan 40 jaar. En altijd in dezelfde formatie? Sorry? Altijd in dezelfde formatie? De laatste 25, 30 jaar wel. Dus, dat is... en dan nu het allerlaatste optreden zonder jullie Hans. Ja, ja. Emotioneel? Dat kun je wel stellen, ja. Ja, ja, ja. Absoluut. Thank you.
Bent u fan? Fan, zeker. Van de Dirty Dozen. Anders zou ik hier niet staan. Ja, okay. Nou, ja, u bent een toevallige passant, maar ja, het laatste concert, hè? Ja, helaas. Kijk, dat is nou een bijzonder optreden en zulke soort optredens willen we graag veel meer zien hier zo in Breda. Er is een nieuwe gast bij me aangeschoven, zoals ik zei, druk programma. Wibbe Hoeben, je bent volgens mij een lekker druk manneke, wat ik heb gezien. Veel bezig met Breda, met de Nassaustad, met Spanjaards Gat. Het gaat volgens mij alle kanten in. Oh, dan kun je dan nog wel een stel bij noemen. Maar ja, dat zou ik maar niet doen. Ja, ik ben nou natuurlijk de laatste maanden heel druk geweest met publiciteit voor het Spanjaards Gat Festival. En samen met Wilfred van der Kloet, mijn compagnon om het zo te zeggen, met de programmering. Ja. En wij wachten nu af hoe het zich gaat ontrollen. Ja. Ja, want jullie zijn spannend. De laatste jaren, of in ieder geval vorig jaar heb ik en het jaar daarvoor heb ik het een en ander meegekregen, aangezien vrienden van mij bij het Spanjaards Gat mee hebben gedaan. En daar hebben jullie de musical in één keer al in als programma neergezet. En 2 jaar achter elkaar. Dat was best bijzonder, want volgens mij hebben jullie ieder jaar een andere inhoud van het programma waar de liedjes omheen draaien. Ja. Blijven jullie hier aan vasthouden of gaan jullie nog ergens anders? Nee, we zitten nu weer op een hele andere tour. Ja? We hebben nou bijvoorbeeld middagconcert in Italië. We hebben een avondconcert Engeland, Engelse componisten. Mm-hmm. Maar wij gaan zelf met ons eigen product. Kijk, je moet het zo zien, je hebt het festival. Mm-hmm. Vanaf het begin hebben we een eigen concert geproduceerd. Ja. Helemaal zelf opgezet, mensen bijgezocht in Nederland. En dat is dit jaar filmmuziek. Alles draait om filmmuziek. En wij hebben het geluk van een fantastisch orkest. Een projectorkest, dat heet het Breda's Festival Orkest. Ja, dat ligt lekker toepasselijk. En daar staat Frits Baes nou voor het 4e jaar als dirigent, arrangeur voor. En ik geloof dat ze zo'n 50 films bekeken hebben en daar dingen uitgehaald hebben. En daar 5 blokken, dus Italiaanse films, spektakelfilms, oude films, musical, noem maar op. En dat zijn 5 blokken van een kwartier tot 18 minuten. Met van alles erbij, met een prachtig jeugdkamerkoor, plurale tantum erbij. Met in de samenstelling van het Metropoolorkest, waar Frits 25 jaar in dienst is geweest als geluidsregisseur. We verwachten er heel veel van. Het is het eerste jaar dat we met de Nieuwe Veste samenwerken. Dus de organisatie van dit orkest zit nu bij de Nieuwe Veste. En dat is mag wel een kruis slaan, want het is enorm veel werk. Ja. En dus die spanning is een beetje minder geworden van het kunnen samenstellen van het orkest. Nou, het is heel leuk. Daar doen we al zo'n 10 docenten van het Nieuwe Veste ook aan mee. Dus het is echt weer de combinatie beroeps- en Breda's topamateurs. Ja, met andere woorden, het is gewoon lekker veel en lekker mooi. En dat proberen divers. We dus ieder jaar altijd die koppeling tussen beroeps- en amateurs klinkt zo. Semi-professionals kan je het ook noemen. Liefhebbers. Ja. Met dus, andere woorden, volgens mij mag je dit gewoon niet missen. Dit mag je zeker niet missen, want het is een festival wat langzaam groeit. Dat zegt ook iedereen. Het is een parel die langzaam groter wordt, om het zo maar te zeggen. En dat hopen we lang vol te kunnen houden. En wanneer is het? Voor de het is van komende donderdag tot en met zondag 22 juni. Ja. En uitermate gevarieerd, boeiend. Ja, er gebeurt van alles. We beginnen met een grote studentenorkest, dat heet het Academieorkest. Samengesteld door militairen van de KMA, kadetten, en Adelborsten uit Den Helder en de Hoge Krijgsschool uit Brussel. Ja. Met groot koor, het Kamerkoor Zuid. Mm-hmm. En daar komen weer solisten bij en auditie voor gehouden en van alles en nog wat. Met andere woorden, het is gewoon gigantisch. Ja, zo gaat dat hele festival door. Ja. Laatste vraagje. Ja. Kijk je nog naar iets uit voor vandaag of morgen, voor het jazzfestival? Nee, ik moet zeggen, ik ben zo druk bezig dat ik er nauwelijks aan toe kom. Ik ben bij de opening geweest en mijn vrouw vindt het goed dat wij samen dadelijk de stad nog even in.
En verder is het persberichten schrijven en contacten en proberen alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Dat gaat en dan mij... meteen met vakantie. Dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Denk het ook. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, jij ook. En dan gaan we op dit moment door naar ons vaste rubriekje van onze lieve Esther en Daphne. En die zijn op dit moment bij wel het heerlijke bluesmuziek. Dus vertel het maar, dames. Sommige mensen zijn natuurlijk al gisteren begonnen en die zijn er vandaag en die gaan er nog 2 dagen door. Ja, ik denk dat dit een soort van carnaval is, maar dan voor mensen die van een hele andere muziek houden. Ja, inderdaad. Ja. Een jazzmarathon. We gaan eens even verder kijken. Met fans gevonden. Mevrouw, bent u speciaal voor dit optreden hierheen gekomen? Ja, ja, ja. Hoe lang volgt u ze al? Wij kennen Moor Blues al 10 jaar. We hebben ze ooit leren kennen in een klein cafeetje in de buurt van Rotterdam. Ja. En vanaf die tijd zijn we ze gaan volgen al 10 jaar lang. En we gaan ook mee naar het buitenland, naar Italië, België, Luxemburg, Duitsland, Nederland. Ik heb ooit het genoegen gehad om een keer met hem mee te mogen spelen met de mondharmonica. Oh, wat gaaf! Wanneer was dat? Het was met het feest van haar vader en moeder. Waren wij uitgenodigd. Hadden deze band ook uitgenodigd, speciaal. En daarom had ze gevraagd van, nee, ze wist dat ik mondharmonica speelde. Oké, dan als je mee wilt doen, dan mag je meespelen. Heb ik ook gedaan toen. Ik ben al 11 jaar fan van Moor Blues. Sinds het uitbrengen van deze prachtige cd. Dat is zo'n geweldige mooie cd. A lot of fans here in Netherlands, yeah. We play many times, many years. So. What do you think of the Dutch fans? Here? It's beautiful. Nice city, the city is beautiful. Nice stages, beautiful festival. The people are really nice and enjoy very much. Which one is your favorite? This is my favorite one. I bought this in San Francisco, many 1996. This is a 72 Telecaster with a humbucker, and this is my favorite one. It's my honeymoon guitar. Ja, ik moet natuurlijk eventjes op de foto gaan, hè? Heb je hem in beeld? Ja. Cheers. Ja, en we zitten bijna op het einde, maar we hebben nog een hele leuke verrassing. Want we hebben de meest swingende band vanuit Engeland. En die band, ja, volgens mij, hoe heette ze nou ook alweer? Volgens mij, The Jive Ace. Hey guys. Hey, you're from England, right? Yeah? No, that's great. I'm on the camera anyway. So, tell me. Why are you the greatest swing band in England or over the world? You can talk in the microphone. Oh, I got a microphone now. Yeah. I think just because we said so. Yeah, we said that we're the greatest. But we're just the greatest us. We're the greatest Jive Aces because we just enjoy it and we just love. I mean, look, we're in Breda, in the sunshine. It's the most beautiful way of life there is, so we just enjoy it. We just enjoy being on stage, we enjoy being on tour, we enjoy playing, so that in itself makes it great. Yeah. I have one last question before you go to play with all those great people behind you. Is it something typical for a jazz band to have just one girl in the band? We can only afford one. Oh, okay. You should see how much she eats. Too many shoes. All the shoes. Just the luggage alone, extra baggage. You did? Yeah.
great. It looks wonderful. I hope the sound is even better. So let's start playing. All right then. So I'll move this over here. All right then. All right. We're going to do a little song called Bring Me Sunshine because it's our most viral video. Bring me sunshine in your smile. Make me happy all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. And now Miss Rebecca Grant. Bring me sunshine in your eyes. Bring me rainbows from the clear blue skies. Life's too short to be spent having anything but fun. We can be so content if we gather little sunbeams. Be light-hearted, darling, all day long. Keep me singing this happy song. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me a fun, bring me a sunshine, bring me love. Hop the baba doo 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 doo. Have the baba zoo choo choo, bring me sunshine. Bring me sunshine in your smile. In your smile. Make me happy. Make me happy. All the while. All the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy. Make me happy. Through the years. Through the years. Never bring me. Never bring me. Any tears. Any tears. Let your arms be as warm. As I'm from up above, bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Baba shoot, 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 make me happy. Make me happy. Through the years. Through the years. Never bring me. Never bring me. Any tears. Any tears. Let your arms be as warm as some from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Ja, na dit prachtige nummer ga ik toch afscheid van jullie nemen. Als eerste wil ik alle vrijwilligers bedanken en zie ik jullie graag morgen weer hier om 7:00. En vergeet niet, als je nou vanavond niks te doen hebt, om 8:00 op de Havenmarkt heb je Bart Wouters met The Jazz Connection. En om 11:00 speel je op de Grote Markt Zuid Jive Aces. Laten ze nog een keer spelen, toch? Go ahead. Another one. Tot morgen. Another song. All right then. Ooh, ah. Just get quiet that close, darling.
Well, I'm the king of the swingers, yeah, the jungle VIP. I'll reach the top, had to stop, and that's why it's bothering me. I wanna be a man cub, stroll right into town. I'll be just like them other cats, I'm tired of mugging around. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see, it's true, someone like me can learn to be like someone like you. Well, don't try to keep me man cub. I made a deal with you. What I require, man's writ by to make my dream come true. Well, give me the secret, man cub. Come on, glue me what to do. I need the power, a man's writ flower, so I can be like you. Oh, oopie doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see, it's true. Someone like me can learn to be like someone like you. Bam noni. To Baba Gabba Zip, I'm known up to Baba Gabba Zip, shoot Shabba Doot and Bees, the Baba Doot to be Shabow, Shabba Doot and Baba Doot and Habba Doot Day. Ripanaza, oh, heel a bop, hula bop, mow, I'll get mad. You, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see, it's true. Someone like me, can learn to be like someone like you. Take it home. Can learn to be like someone like you. One more time. Can learn to be like someone like me. Shabab gab bab diddle bab shilla bab blubba gooba zabba doot and dat and dat and dat. Yeah. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Golden Tulip Hotel De Keizer en Charles Suikerbuik Bedrijfsmakelaardij.